Het zijn 37. 10 vrouwen en 27 mannen. Dus ze zijn wel eensgezind, dat wel. Maar ze hebben soms ook discussies en zo. Alleen dan altijd negatief. Marit heeft al jarenlang last van psychose. Stemmen horen is daar een onderdeel van. De stemmenpoli is voor iedereen die regelmatig stemmen hoort en daarvan af wil. De polykliniek richt zich vooral op patiënten die onvoldoende effect van medicijnen hebben. Ja, sommigen horen het van buitenaf, dat je geroepen wordt of dat soort dingen. En ook in je hoofd zijn er mensen aanwezig, zeg maar. Ik mag bijvoorbeeld niet slapen, dus dan moet ik de hele nacht opblijven. Of ik moet heel veel eten, of ik mag niet eten. Ja, allemaal dat soort dingen eigenlijk. Je wordt voor van alles uitgemaakt, dikzak, je bent niet waard. De hele dag door, bij mij. Alles is negatief. Het groepsgesprek met andere stemmenhoorders is een belangrijk onderdeel van de stemmenpoli. Mensen die stemmen horen denken vaak dat ze de enige zijn die zoiets meemaken. En het is een openbaring te merken dat dit niet zo is. Copingtactieken komen aan de orde en worden uitgewisseld. Dit zijn praktische trucs die iedere stemmenhoorder inzet om minder last van de stemmen te hebben. Nou, we weten dat we bepaalde dingen goed kunnen helpen om de stemmen wat naar de achtergrond te krijgen. Zoals het gebruiken van je eigen stembanden door te praten, te neurien. Voor mij staat afleiding bovenaan lijstje. Iets gaan doen. Van iemand aannemen die zelf ook stemmen hoort is makkelijker dan van iemand aannemen die zelf geen stemmen hoort. Het is op de een of andere manier gewoon veilig om met mensen te praten die het zelf ook hebben. En we steunen elkaar. Bij cognitieve gedragstherapie wordt mensen geleerd om niet bang te zijn voor de stemmen. Zij hoeven niet te geloven wat er gezegd wordt en de opdrachten niet uit te voeren. Dat geeft vrijheid. Zij kunnen zelf bepalen wat ze willen denken en doen. De hele dag die hoor je dus die opdrachten. En stel je voor dat is 100%. Hoeveel procent van al die opdrachten voer je dan uit? Denk je? 75. Oké, okay. Dus 25% niet. Ja. Methodes vinden. Sommige dingen, zoals kansberekeningen en zo, zijn wel heel fijn. Ik probeer alles, ik heb alles al geprobeerd. Van sommige patiënten wordt een functionele MRI-scan gemaakt. Met behulp van die scan wordt uitgelegd hoe stemmen in de hersenen ontstaan. Die stemmen komen dus niet van geesten of mensen, maar die stemmen worden geproduceerd in de hersenen. Daarom hoef je er ook niet bang voor te zijn. En die rode gebieden die je ziet, dat zijn structuren die extra actief zijn op het moment dat iemand stemmen hoort. Dus daarom heb jij het idee van, nou, ik ben nu geen zinnen aan het vormen, nee. Want dat voelt ja, niet nee. Zo. Schizofrenie is natuurlijk best een taboe. En dat is gewoon heel vervelend, want je hoeft niet knettergek te zijn.